Een Grundig Record Boy L210 uit 1970. Met water en zeep. De brandweer is nog bezig met nablussen. De politie onderzoekt een steekincident vanochtend in Heerlen. Een man van 33 raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. Er is nog niemand opgepakt, ondanks de inzet van een helikopter. Ook is een burgernetmelding uitgegaan. De verdachte en het slachtoffer zouden ruzie hebben gehad en met elkaar hebben gevochten. Na zijn zege in de Grand Prix van Japan was Max Verstappen vooral trots op het team van Red Bull. Dat heeft nu de constructeurstitel binnen. Het team heeft echt een raket van een auto gebouwd, zei Max. Hij moet zelf nog even wachten op zijn derde wereldtitel, ook al ligt hij voor het grijpen. Misschien in Qatar over 2 weken. En het 4-oude wereldrecord door een vrouw op de marathon is in Berlijn verbroken. De Ethiopische atlete Kikis Daseva verpulverde het maar liefst 2 minuten op 2 uur en 12 minuten. De marathon in Berlijn werd gewonnen door Eliud Kipchoge. De Keniaan liep geen wereldrecord, maar zette de marathon wel voor de 5e keer op zijn naam. En dan het weer van Weer Online. Droog en zonnig, het wordt 18 tot 21 graden, morgen nog ietsje warmer. En tot over het ANP nieuws. BNR Nieuwsradio. Napleiten.